Op de laatste dag van de zomervakantie organiseerde Café De Gouwe in Oegstgeest afgelopen zondag het jaarlijkse springkussenfeest. Met 26 springkussens en een podium waar verschillende artiesten live muziek verzorgden. Nou, het mooie van dit feest is dat het laatste dag van de schoolvakantie is. Dus mensen die treffen elkaar weer. Die hebben elkaar 6 weken niet gezien. Tenminste, lang niet gezien. En die treffen elkaar dan op de laatste zondag van de zomervakantie. Morgen gaan de kinderen weer naar school. En iedereen heeft een verhaal over de vakantie. Dus die ouders, toch wel een mooie gelegenheid. Dat je dan door middel van muziek en een drankje en een hapje... Dat ze lekker met elkaar kunnen kletsen en een hele leuke middag hebben terwijl de kinderen lekker aan het springen zijn. De Rijngeesterstraatweg was afgezet om plaats te maken voor de springkussens en voor het podium. Waar onder andere Wesley Klein de ouders met zijn live muziek vermaakte. Je bent nog lekker alleen. Ik kan alles echt super goed voorbereiden. Ik heb echt heel veel lieve mensen die helpen. Maar dat weer, dat is echt een dingetje hoor. Daar maak je wel echt veel zorgen om. Heb je er wakker van gelegen? Ja, vannacht denk ik half drie misschien wel. Toen ben ik om 4:55 nog wakker geworden. Nou ja, om 5:45 mocht ik eindelijk beginnen. Straat afgezet en begonnen met opbouwen. En toen zag ik al die mooie oranje bol in de lucht hangen. Dus dat ging goed. Enkele jaren geleden nam De Gouwe de organisatie van het springkussenfestijn op zich. Maar het blijft elk jaar spannend of het lukt om het financieel rond te krijgen. Eigenaar Chris Scholler blijft in ieder geval positief en blikt alvast vooruit naar volgend jaar. Ja, volgend jaar is het 1 september heb ik net, want dat heb ik alweer aan de EHBO doorgegeven. Dus ze zijn alweer heel langzaam voorbereid voor het nieuwe jaar zelfs. Maar ik ben zeer positief en aan mij zal het niet liggen, want het is gewoon een feest van iedereen. En zo super gezellig en heel dankbaar, dat is heel mooi.